Zo, goedenavond allemaal. Is het alweer vrijdag? De tijd vliegt. Zo. Nou, bij Iris zit de kat op schoot, dat is mooi, dat kan hier niet, want er komt alles onder de haren en dan wordt er weinig meer gelijfd, maar ik ben er wel klaar voor, dat scheelt dan weer. Even wachten tot de meeste mensen mij gevonden hebben. En dan gaan we lekker aan de slag, want ik mag leuke dingen maken vandaag, dus dat is altijd leuk. Zo, nou vanavond mag ik voor jullie en met jullie aan de slag met de nieuwe Flower Masks van Cellulite. Die staan hier eigenlijk als voorbeeld aan de linkerkant. Ik maak vanavond deze Flower Masks met pandpastel. Die kun je natuurlijk, deze maskers die kun je heel goed in lagen aanbrengen. Je kunt ze zelfs in lagen knippen als je daar heel veel plezier aan beleeft. Ik ga niet te veel over knippen zeggen, jullie weten wat ik daarvan vind. En je kunt dat met inkt aanbrengen, je kunt dat, weet ik het, je hebt daar zoveel opties voor. Maar ik dacht, weet je, laat ik nou eens met pastel in de weer gaan en dat heb ik gedaan. En ik heb vanmiddag gezien dat Marianne Rijgersberg bij Studio Leiter live mee was. Dus misschien, mochten jullie hier nu heel veel zin in hebben, kun je daar ook nog kijken voor inspiratie. Maar ik ga deze anemone maken zometeen voor jullie, met jullie. En dan, ja dat. Lekker aan de slag. Ik heb gebruikt hiervoor antraciet pastelmatpapier. Dat is, ik druk iets weg, dat is niet heel handig. En er zit iets in mijn keel te knarren. Maar, zo. Dat pastelmatpapier, dat werkt hier heel fijn voor met pastel. Omdat je dan lekker laagjes over elkaar aan kan brengen. En dat is nou precies waar deze stencils voor gemaakt zijn. Om lagen over elkaar aan te brengen. Dus zodoende dat ik dat op dit papier heb gedaan. Dat is niet het goedkoopste papier, wel het beste papier. Dat is heel simpel. Als je pastelmensen vraagt welk papier moet ik nemen. Een enkeling zal over Kens en Mitentes papier beginnen. Maar echt doorgaans bijna iedereen die zegt pastelmat papier. Daar kun je echt helemaal los op gaan. Als het met pastel is, maar dus ook met deze techniek. Wil je deze antraciete kleur werken, dan zijn er twee blokjes die je kunt doen. Neem namelijk deze nummer 6. Dan heb je alle velletjes in de antraciete kleur. En er is dan ook nog, en die komt eraan, nummer 2. Dat is deze. En daar zitten niet... Daar zit niet één kleur in, er zitten 4 kleuren in. Dan heb je ook namelijk wit. Nou ja, hij begint met de antraciet. Of ik heb dit blok ligt al een beetje uit elkaar, omdat ik daar heel veel uit gebruikt heb. Omdat hier mijn, dit is mijn favoriete kleurenblok namelijk. Daar heb je dus de antraciet in. Daar heb je bruin in. Oh. Dat is deze. Daar heb je sienna in. Die is fantastisch. Met huisdieren, tekeningen met van die hondjes, met, ik heb ooit wel eens, ja dat heb ik nu allemaal niet bij de hand, heb ik allemaal niet uit de kast gehaald, maar dat, misschien als jullie vaker hebben gekeken, ik heb hier een keer een boxer op getekend en ik heb hier een keer zo'n Rottweiler puppy, een baby wilde ik zeggen, een Rottweiler puppy op getekend, super schattig op deze kleur. En dan heb je natuurlijk gewoon ook nog... de witte kleur in het blok. Ja, nou, ik kan wel wit papier gaan laten zien, maar we weten wel hoe wit papier eruit ziet. Dat doen we lekker dicht, want ik heb genoeg te doen weer vanavond. En als we een beetje op tijd klaar zijn, dan vind ik dat op zich niet zo erg. Ik moet nog even lekker tv kijken.
Nou, ik neem nog een slokje, dan ga ik beginnen. En zo. Zo'n blokpastel, mat, dat bestaat uit een. Dit is een oude lijf die je hier ziet, die zit er ook nog in. Een dekblad van vloeipapier en een pastelmatblad waar je dus op kunt werken wat je pastel zo mooi voor vasthoudt. Ik heb deze toevallig op het blok laten zitten. Meestal doe ik dat niet. Meestal bewaar ik ze in een zuurvrije doos bovenop elkaar. Maar deze zit er nog in. Dus nou ja, grappig. Die is van ergens in december of zo heb ik die gedaan. En deze die zitten dus hierin op zijn kop. Nou, ik ga nu naar de volgende bladzijde. En dit is dus het blok met alleen antracietpapier. Gaan we naar de volgende pagina. En dan gaan we gewoon lekker ook aan de slag. Dit keer zal ik hem de pagina links, of de vorige pagina moet ik zeggen, heb ik liggend gemaakt. Ik zal hem nu staand doen. Of andersom, heb ik staand gemaakt. Deze maak ik liggend. Past makkelijker in beeld. Eerst de uitleg over de mask. De mask, die ziet er zo uit. Als een dood ordinair stencil, dat zijn we wel gewend dat die er zo uitzien. Dan zit er een inlay bij. En in deze is het wel handig om die te bewaren. Kijk, want daar staat precies 1A, 1B, 1C, 1D. Daar staat precies in welke volgorde je die masks moet gaan gebruiken. Dus nou, dat is hartstikke mooi voor ons. Daar kunnen we dan mee beginnen. Dus we beginnen met 1A. Dat is de grootste vorm. En die grootste vorm, die ga ik aanbrengen met wit. Ik leg hem hier klaar. Wat je ook kunt doen met deze masks, is dat je het op zo'n magneetplaat vastlegt, dit masker. Dan moet je wel je pastelmatpapier losmaken, maar dat gaat ook prima. Ik dacht, ik ga het nu gewoon vasthouden. En ik dacht ook, oh ja, ik wou zeggen, ik dacht ook, ik ga een spons gebruiken. Sponsje wat ik gebruik is zo'n hoekig sponsje. Deze. Kan het ook met de andere? Tuurlijk kan het ook met de andere, maar ik heb deze gepakt. En waarom heb ik deze gepakt? Nou, goede vraag. Ik dacht, nou, een lichte, een donkere, een groene en nog een groene. Vier kantjes heb je hier aan, dan hoef ik niet van sponsje te wisselen. Weet ik het, ik heb deze gepakt en het lukte. Dat is een beetje. En je hebt een vlakke kant, dat is wel fijn om over je masker heen te gaan. En het is niet het meest dure sponsje, ook dat is wel fijn, want die maskers die zijn niet heel genadig voor je. Je valt steeds stil, jij kan er niks aan doen. Dat is Facebook, die vindt mij niet aardig. Die denkt, jij was er gisteren ook al, doen we vandaag niet meer. Nee, maar geintje. Ik begin met wit. Ik moet eerst even de kleuren vertellen, denk ik, want anders kan ik straks die potjes niet meer omdraaien. Dit is de Titanium White. En dan heb ik alle violet kleuren. Ik heb hier de violet tint en het prijskaartje van een winkel. Hier heb ik de gewone violet. Die gaan we gebruiken. En ik heb de donkere violet, de violet extra dark. De shade heb ik gelaten voor wat het is. Die heb ik niet gebruikt. Dus, nou, beginnen we met de wit. En daarvoor pak ik, even kijken hoe ik dat nou organiseer. Want normaal gesproken doe ik eigenlijk, en dat heb ik bij de groene wel gedaan en bij de paarse niet. Dat is heel logisch. Maar ik heb die paletten, die doorzichtige paletten. En daar stop ik altijd alle kleuren bij elkaar die ik voor een project wil gebruiken. En dan schuift het niet zo over mijn tafel. Maar dat heb ik voor de paars niet gedaan. En ik heb er vast een idee bij gehad, maar dat idee ben ik nu een beetje kwijt. Ik heb deze lijf al vorige week voorbereid. Maar goed. Sponsje, witte kleur. En die gaan we hier neerleggen. Waar je hem bij moet uitkijken is als je hier langs die rand. Je maakt natuurlijk heel gauw kans dat je hier gaat zitten pastellen. Dat willen we niet. Dus bij deze gaan we echt even goed met het puntje zorgen dat we binnen dat vakje blijven. En er zit nog wat paars in mijn sponsje. En dat boeit me helemaal niks. Die paars, die kan daar gewoon in blijven. Vind je dat vervelend?
Nou, dan moet je hem even afdoen. Sponsjes kun je onder de kraan schoonmaken. Sponsjes kun je in de wasmachine doen. Sponsjes kun je gewoon afvegen op keukenpapier. Dat werkt ook prima. Maar dit hoeft niet zuiver wit te zijn. Dit mag wel gewoon, het moet wel aan de randen het lichtst zijn. Hier binnenin komen nog uglagen, dus daar hoef je niet eens zo netjes te doen. Zo. Als je dit hebt zo, de binnenkant geef je ook een laagje, niet eens dik. En dan kan je aan die randen, kun je dat witter dik opzetten. En dan zie je dat die paars ook wel steeds meer verdwijnt. En het wit steeds meer naar voren. Je brengt gewoon poeder aan, hè, op dat papier. Ondertussen zorg je wel dat je papier niet schuift. Nou, en wat hebben we dan? Dit. En dit was precies wat ik bedoelde. Van kijk daarmee uit. En dan gebeurt het toch. Maar ook dat hindert niet. Want je kunt pampenstel namelijk gewoon gummen. Ik heb even geblazen. Hier een zwarte gum. Daar kun je mee gummen. Of de elektrische van Derwent. En dan kun je dat gewoon weghalen. Nou zit er gum zo op mijn pastelmatpapier. Maar je kunt dat dus echt wel. Zie je dat? Gewoon weggummen. Dat is hartstikke fijn. Beetje vegen. Niet te veel. Want hier komen straks ook weer bladeren. Dus het hoeft allemaal niet te pietje meut nu. Het enige wat wel zo is. Is dat mijn gumsotjes weg moeten. Want die wil ik niet. Nou, dan gaan we naar de tweede laag. En die tweede laag, want zo bouw je hem dus stapje voor stapje op. Die tweede laag, die leg je hierop. En dit is dus 1B. Weet je passen, meten en draaien. Van hoe ligt hij nou oké? Okay? Want ik zie het even niet. maar volgens mij zoiets was het. Kijk hoor, want hij hoort ergens. Ja, mijn pastelpadje zat in de weg, hij wou niet draaien. Dan leg je hem zo op. Dat hij overal ongeveer bedekt is. Zo. Kneedbom. Ja, kneedbom, dat verhelpt al je problemen. Dat. Dan heb ik ook geen buren meer die zeuren dat de muziek te hard staat. Oh, groepie. Ja. Je hoeft niet te fixeren. Nee, op pastelmat hoef je niet te fixeren. Je kunt gewoon doorwerken. Wat ik nu gedaan heb, en dat zien jullie niet, want het staat nu buiten beeld, is dat ik in mijn kleur, ik heb een beetje van de tint. Wacht, ik kan het hier bijna niet zetten, maar ik gebruik twee kleuren door elkaar. Ik tip een beetje in de pasteltint en in de violet tint. En in de gewone violet, dan krijg ik een beetje een mengelmoesje van een niet al te donkere kleur. En die breng ik weer aan. En dan gaan we uitkijken dat ik dus niet daarin ga zitten smeren. Waar ik net voor waarschuw, maar vervolgens zelf even voordoe hoe je het niet moet doen. Zo werkt dat toch. En ook dat midden hier, dat kun je wel weer een beetje laten. Als je hem langs de randen lekker strak hebt, dan is het helemaal prima. En tada, daar is die. En ook daar ben ik er weer in gegaan. Je houdt het toch niet tegen. Je moet dat op het laatst, moet je dat gewoon mooi maken. Ja, Ankie, dat het kneedgum moest zijn, dat wisten we wel. Maar hij was te leuk om er niet op te reageren. Nou, dan gaan we naar 1C. Die leggen we er weer op. En je kunt wel zien aan de streepjes van het van de vorige laag hoe je hem ongeveer moet leggen. En ik zit hier nu vreselijk te rommelen. En waarom? Omdat ik geen vrije ruimte heb. Mijn laptop staat hier en ik ga op de een of andere manier ook heel ver naar boven. Mijn laptop zit in de weg. En die had ik niet toen ik deze ging maken, maar daar kom je dan nu weer achter. Even kijken hoor, deze die komt hier, die streep,
Een beetje passen en meten hoe die hoort. En ik denk ongeveer zo. Ik hou hem weer beet. En nu draai ik mijn sponsje om. En ik pak nu alleen de violette kleur. Maar ik haal hem wel even aan die kant weg. Want dat is, ik ben rechts. Dat werkt niet. Maar. Zo, daar is die. Dus ik pak de violet. En ik ga erin. En dat doe ik gewoon nog steeds met datzelfde sponsje. Geen andere voor nodig. Sterker nog, ik heb dit hele werkje met één sponsje gemaakt. En ik heb hem niet goed neergelegd. Ik heb iets fout gedaan. Maar dat zien we dan alweer. Maak er wel wat van, want dit is gek hier. En anders, nou, dan beginnen we opnieuw. Ik zei gisteren nog, het leukste is in een lijf als het een keer helemaal fout gaat. En in een uur lijf ben geweest om vervolgens niks te hebben. Wat zit nou, waarom gaat het nou mis dan? Nee, het gaat niet mis. Nou ja, whatever. Het ziet er goed uit. Negeer gewoon alles wat ik net zei. Hij doet het en hij ziet er goed uit. Dan de laatste, de 1D. Die komt hierop. Beetje in het midden. En deze is wel een beetje gok hoor, waar die moet liggen. Maar ja, laten we het maar zo doen. En die doe ik met de extra dark. Die heb ik hier ook liggen. Een beetje aan de zijkant, maar hij ligt er. Kijk hoor, Mirjam die zegt denk ik iets nuttigs. Ik ga zo lezen als ik deze gedaan heb. Dan herhaal ik het even, want Marianne die had een goede tip. En ik heb Marianne niet kunnen kijken, want toen was ik gewoon aan het werk. Ik heb de luxe nog niet. Even kijken hoor. Vanmiddag heeft Marianne Rijgensberg in de groep van Studio Light laten zien dat op het kartonnetje van de mask zelf een zwart lijntje staat, zodat je precies kan zien hoe de lagen op elkaar moet leggen. Grompie. Oh, dat zal dan dit zwarte lijntje zijn, denk ik. Nou, hier zie je het bij de groen, zie je het ook wel. Ja, nou, weet je, het is gelukt. Ik heb niet naar de zwarte lijntjes gekeken. Dat was me niet eens opgevallen, heel die zwarte lijntjes. Maar, top. Maar, weet je, doe het dan nog simpeler. Ga lekker de lijf van Marianne terugkijken. Want die heeft het vast beter uitgelegd als ik. Ik ben lekker gewoon een beetje aan het spelen en aan het doen. En zometeen gaan we hier nog veel meer van maken. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ja, doen we die andere bloem ook. Oeps, sorry. Die zet ik hier een beetje schuin neer. En dan begin ik met 2A. En dan begin ik weer met de wit. Nou, en ik heb hier nog een keukenrol. Die staat wel een beetje creatief neergezet. Kijk, als ik hier nou wit op ga doen, dan krijg ik niet echt een witte kleur op mijn blad. Dus wat ik dan doe is, nou, deze keukenrol die wordt altijd mishandeld voor alles af te vegen. Is dat ik mijn keukenrol, mijn sponsje even afveeg. En hij scheurt heel makkelijk. Niet omdat ik hard boen, maar omdat ik hier eigenlijk altijd mijn aquarel aan afveeg. Ja, tot hij zo ongeveer niet meer afgeeft. En nu ga ik in de wit. Dit is goed genoeg. Nou, die zet ik ongeveer hier neer. Wel ja. Neem de wit erbij. En ik maak deze goed langs de randen. Lekker wit. Ik vond het zo leuk deze masks. Ik dacht, oh daar wil ik wel lekker mee aan de slag. Want wat je nu maakt is maar een basislaagje. Want straks met de pastelpotloden, dan kun je er nog veel meer diepte aan geven. En dat is waar ik blij word. Dan kan je echt je eigen ding ervan maken. Dan zoek je desnoods een foto op van een anemoon. En dan ga je al die streepjes erin zetten. En dan zie je dat ding helemaal tot leven komen. Nu al wel, want er zit echt al wel veel diepte in met deze laagjes. Hoef je die andere dan niet te maskeren? Nu niet. Nog niet.
Strakjes wel. Maar maskeren gaat met pastel natuurlijk ook een beetje anders. Want ik kan hier. Het is zonde als ik hier. Die dingen opplak. Noem het eens. Die gele tape. Masking tape. Zo. Geen twee dingen tegelijk doen, Ilse. Dat lukt je niet. Ja, een beetje gemengde kleur van violet. Oh, met wit zit ik het te doen. Nou ja, met de tint. Wow. Het kan allebei. Zo, en dan maak ik hem ook vooral aan de randen weer het donkerst. Dan gaan we naar deze. Ook die leg ik er weer precies zo op, zoals die zou moeten. Even een beetje in de mini-mutten spelen. Want dit moet hierin komen zo. Ja, daar is die. Kijk, en het is mooi dat die randjes erop staan, maar je ziet het ook wel als je ermee aan het werk gaat. Dus even kijken en schuiven. En als je hem dan hebt, dan heb je hem ook. Toch? Hups. Een laagje pastel erop. Beetje blazen. En dan is dit alweer deze. Zie je, gaat hartstikke goed. En dan hebben we het laatste deeltje. Dat is deze. Ja, die moet een beetje in het midden komen. Ja, op hoop van zegen. Hopsakee. En die gaat dan weer met de donkere, met de extra dark. Hopsakee. Nou, daar is hij dan al. En dat is de tweede bloem. Dan hebben we nog die bloemknop. Kunnen we er ook nog op maken. Waar zullen we die eens zetten? Wel ja, het gewoon hier. Hopsakee. Die bloemknop, die maak ik met wat zullen we doen? Ik doe de tint. Zo. Beetje van die. Ik heb heel veel pastel gepakt nu. Beetje blazen. En dan leg je deze erop. En de rest maak ik zo met de pastelpotloden. Nou, dit hoeft dus allemaal niet gemaskerd. Maar nu zal ik toch iets moeten gaan maskeren. En ja, ik kan uit masking tape kan ik dit omtrekken en uitknippen en erop gaan plakken. Maar het is pastel. Pastel is poeder, dus dat is niet 1, 2, 3 aan te raden. Wat heb ik nou gedaan? Is dat ik heb dus wel die vorm uitgeknipt. Ik ga dat niet hiervoor zitten doen, want knippen is knippen. En die plak ik hier overheen. Zo, dit is uit gewoon kopieerpapier. Die leg ik hierop. En met een washi tapeje, plak ik hem een beetje vast. Hetzelfde aan deze kant. Je legt hem erop. En met een klein washi-tapeje heb ik die vastgeplakt. Dat is alles wat ik heb gedaan. Moet je hem natuurlijk niet heen en weer schuiven en alles. Dan helpt dat niet. En het leuke van pastel is, maar ook van inkt hoor, want daar kan je ook met kleurpotlood nog in. Maar ik dacht, weet je, we doen lekker pastel. Keer leuk. Nou, dan gaan die paarse, die gaan even allemaal ergens heen waar ik er niet met mijn vingers, mijn papier en mijn elleboog in kan. Zo. En dan gaan we de groen erbij pakken. Voor de groene tinten. Kom op. Die heb ik hier in mijn palet zitten. Nou, oké, ik ga ze er ook uithalen. Want voor de groene tinten heb ik deze geel gepakt. En dat is de Bright. Oh, nou, ze helpt niet dit. Bright Yellow Green Tint. Ik had deze, de Bright Yellow Green Shade, geloof ik. En nou ga ik zelf even spieken wat ik ook alweer bedacht had. Want dat staat lekker op de site van de duif. Daar kan ik zelf natuurlijk ook mooi afkijken.
De Bright Yellow Green Extra Dark. Dat is deze kleur. En dan had ik voor de kleurnuance verschillen een chromium oxide shade. En de chromium oxide. Nee, waar is die? Ja, de gewone. Chromium of oxide chromium. Wat is het? Chromium oxide green. Dan kan dat palet weg. Want het past niet in beeld. Dus dat zal ook misschien wat idee geweest zijn wat ik had. Zo, want wit in die bladeren, dat was te hard. Dat wordt niet mooi. Dus vandaar die lichte gele kleur. En dan ga ik, hoi, even zo terug naar Facebook. Dank u. Oh, treintje krijgt telefoon. Dat komt gelijk groot in beeld hier. Nou, dan heb ik eerst hier, laten we dat eerst eens doen. Die bloemknop. Om die bloemknop heen, en die moet zo, zit een sprietig ding. Want dat hebben die anemonen. En dan pak ik die allerlichtste bright yellow green. Die gele kleur. En die zet ik erin. En dat is hetzelfde sponsje, alleen de andere helft. De andere helft van de spons, die gebruik ik nu gewoon lekker met de groene kleur. Dan heb ik maar één sponsje nodig. Tuurlijk, ja, hier krijg je wel vieze handen van. Maar ik hou van vieze handen. Ik vind het leuk. Ik heb vandaag met de klas, heb ik met Ecoline gewerkt. Toen dacht ik, oh, ik moet vanavond nog lijven. Ecoline ga ik voor vanavond nooit van mijn handen afkrijgen. Dus laat ik maar handschoentjes aandoen, maar... Dat ja, is niks. Vervolgens ga ik hierin gewoon een beetje spelen met die 5 groene tinten die ik gepakt heb. Een beetje chromium dit erin. Een beetje naar het midden toe wat donkerder. Aan de buitenkantjes wat minder donker. Laagje over laagje. Zet ik er gewoon wat op. Zo, kun je hier spieken of je tevreden bent. Nou, ziet er goed uit toch zo. Je kunt nog zeggen van, joh, ik doe hem hier langs het hart nog wat donkerder. Ook tof, namelijk, om dat te doen. Zo, en dan gaat hij eraf. Tadam, en je hebt al gelijk je diepte. Het werkt beter met medium. Ik weet niet, Corrie, wat voor medium je bedoelt. Bedoel je de blending? Die colorless blender, bedoel je die? Want dat hoef je bij deze echt niet te gebruiken nu, hoor. Gebruik je uitdrukbare knipselkrant? Oh, jootjes, jongens. Gebruik je... Ik weet niet wat jullie bedoelen. Nou, ik ga lekker verder. Want anders kom ik niet zo ver. Ik ga hier onderin een blad neerzetten. En dan zie ik dat precies mijn washi tapeje verkeerd op de verkeerde plek zit. Dus nou, dan gaan we die even verplaatsen naar hierboven. Zo, oeps, want dit blaadje wil ik hieronder hebben en dan kun je hem een beetje laten overlappen, zodat hij dus inderdaad mooi eronder zit. Zo, ja, prima. En dan ga ik hetzelfde doen. Ik begin weer met die geel, met die bright yellow. Oh. Nou snap ik het pas, Wilma. Sorry hoor, ik heb geloof ik ook een hele werkweek achter de rug. Maar jij bedoelt van waar heb je die vormpjes van uitgehaald? Maar dat zijn inderdaad gewoon stencils van Studio Light. Die zijn vandaag uitgebracht. Er zijn 4 soorten van. Ik zal ze zo alle 4 nog even laten zien.
En met die vier soorten kun je die bloemen zelf lekker maken. Dus je hoeft niet zelf iets te stansen of iets eruit te drukken. Of dit koop je gewoon zo. Het is al helemaal kant-en-klaar voor je gedaan. Sorry, ik begreep het echt helemaal niet. Nu ga ik dus met de andere kleuren groen er gezellig in. Gewoon kijken van joh, wat werkt nou, wat wordt mooi. En ik maak een beetje een verloopje van donker naar licht in die plant, in dat blad. Een beetje donkerder hier in het midden. En het voordeel van pastel mat papier is dat je dus 500 en 1000 lagen met veel poeder bovenop elkaar kan doen. En dan heb je in dit geval, als dat bedoeld werd net, heb je beslist de colorless blender niet nodig. Dus je kunt nu gewoon een aantal laagjes over elkaar kijken. Daar is die al. En dan heb je een verloopje. Ik heb gelijk een verloopje gemaakt, maar ik heb natuurlijk die tweede laag van dit ding nog. Dus ik kan er ook nog overheen. Het is niet eens meer nodig, zo mooi is die al geworden. Dan moet ik even goed kijken hoe deze erop moet liggen. Ook wel zo fijn dat hij dan goed gaat. Toch? Hè? Deze moet hier. Dit moet hier. Dit moet hier. Zo, zo. Nou, ik ben even kippig. Nou goed, ik ga gewoon dit doen. Zo. Kun je dus nog een laagje aanbrengen met die verschillende kleuren groen er dwars overheen. En ook wel weer die donker, maar ik heb nu heel veel pastel erop. Kijk. En dan krijg je nog een beetje meer diepte erin. 500 en 1000, ja, dat is, sorry, dat is een nieuw stopwoordje. Ik heb dat soms met bepaalde woordjes, die vind ik dan grappig. En dan komen ze 500 en 1000 keer, zeg ik ze dan op een dag. Dan gaan we hier aan de bovenkant, want dan willen we ook een blaadje hebben. En dan ga ik lekker op dezelfde manier doen. Eerst weer die lichte kleur. Lekker licht in de puntjes. Een beetje groener naar het midden. Beetje donker hier bij die bloem echt. Dan is die al zo. En dan pak ik het tweede deel. Die leg ik erop. Beetje passen, meten, duwen en trekken. Dat ik denk van nou, zo klopt het ongeveer wel. Mijn vingers in de pastelmat. Of in de pampastel. Zo. En dan maken we hem hiermee nog wat donkerder. Of je pakt de andere tint groen er nog even bij. Voor in die bovenste laag. Dat geeft ook een super gaaf effect. En door die verschillende kleuren over elkaar heen te zetten, krijg je echt een heel gaaf effect. En nu heb ik iets minder blad gemaakt als als op het voorbeeld van de lijf. Maar dat mag de pret niet drukken. Deze maskertjes die kunnen eraf. Dat zit amper vast, want ik heb dat met washi tape gedaan, dus dat houdt maar net. Zo, en dan heb ik hier de bloemen. Nou, dan zie ik hier al gelijk dat dat vlekje dus niet bedekt is weer door de groen. Nou is het weg. Ik heb het even weggegumd, want dat irriteert me dan. En als het me irriteert, dan moet het weg. Zo simpel is het. Ik kom nu pas binnen, maar ik vind het erg leuk. Nou ja, weet je, en wat het leuke is. Voor, wat is het? Wel 5 hele euro's. Of nou ja, eigenlijk lieg ik. 4,95. Heb je zo'n superleuk bloemenmasker. Waarmee je helemaal los kan gaan. Tuurlijk, de pampastel is prijziger. Je kunt dit dus ook met inkt doen. De lijf van Marianne bekijken voor nog veel meer mogelijkheden. Maar wat ik dan dus echt leuk vind, is om hier dan nu ook in te gaan zitten prutsen. En daarvoor heb ik wat kleurtjes gepakt. Een wit uiteraard. Een violet. Ik heb de
Ja, dioxazijn purple, dat is een hele donkerpaars. Je kunt nog een indigo gebruiken. Een dark olive. Ik heb, nou, weet je, ik heb van alles. Ik ga het niet allemaal. En natuurlijk zwart. Want waar zouden we zijn zonder zwart? En zwart, dat is wel even grappig om bij stil te staan. Want die zwart hier, daar heb ik twee potloden van. Ik heb naast de Derwent pastelpotlood namelijk ook in mijn bezit de Carbotello van Stabilo. En die vullen elkaar zo leuk uit aan. En vooral de Carbon Black van Derwent Pastel, die is wat aan de grijze kant nog. Neem je die van Carbotello, die is diep zwart. Je kunt het, ja, komt dat live over? Ik weet, kijk eens hoe vies ik ben trouwens. Het is voor de mensen die daar niet tegen kunnen, ben ik nu aan het plagen. Nee. Heel flauw. Maar ja, weet je, pampastel, daar krijg je wel vieze handen van als je dat op die manier doet zoals ik dat nu doe. Je hebt van pampastel ook toeltjes met een handvat, dan heb je daar geen last van. Maar zo kun je een klein beetje het kleurverschil in de punten zien tussen die twee pastelpotloden. En ja, nu is de kunst om hier nog wat mee te gaan doen. En een doezelaar. Ja, die hebben we hier. Ik heb hier een mini doezelaartje. Waarmee je eventueel ook randjes en overgangen wat zachter kan maken. We hebben hier de violet. Nou, met die violet wil ik die strepen zo en zo nog iets meer afvlakken. Wat aandacht geven. Zo. Ook als ze niet helemaal goed zijn doorgekomen, nou, dan heb je hier nu je kans om dat allemaal wat mooier te maken nog. Met die dioxazijn purple. Weet ik het, jongens. Kan je dat dus ook doen. En je kunt ook meer diepte geven. Bijvoorbeeld hier. Ik zet hier nog wat kleur in. Zodat het echt lijkt alsof dit randje een opstaand randje is. Om dat wat meer in elkaar over te laten lopen, kun je een doezelaar gebruiken. Met de doezelaar poets je dat wat in elkaar. Hier ook. Ik vind dat hier wat donkerder mag zijn. Dan heb ik die paars. En ik heb een hele dikke laag pampastel aangebracht. En dan merk je op een gegeven moment wel dat je papier vol begint te zitten. Zelfs met pastelmatpapier raakt je papier een beetje vol. En dan kun je fixeren met een laagje fixatief. Die gebruik ik vaak van Giant. Want je ziet dat hij dan op een gegeven moment niet heel goed meer pakt. Gaat nog steeds. Je kunt er dus op die manier echt nog wel wat diepte in brengen. Je kunt ook met je doezelaar een beetje weghalen. Als het echt niet pakt. En dan ga je er met je pastelpotlood in. En dan pakt er wel weer wat. Zo kun je daar ook een beetje mee spelen. Maar ik heb hier net, ben hier iets te enthousiast geweest. De wit, het hartje. Ik weet niet wat er allemaal door de chat gekletst wordt. Ik lees het straks wel even. Mocht ik een hele belangrijke vraag missen, roepen we er dan nog een keer doorheen. Het hartje, want dat vind ik wel belangrijk. Daar is van een anemoontje wat gespikkeld. Dus dan pak ik een wit potlood. En met dat witte potlood zet ik spikkels in dat hart. Hier ook nog wat. En dat is het leuke aan pastel. Het kan er gewoon overheen. Je kunt het zelfs nog een beetje toezelen. En er dan nog een keer op. Met je witte potlood. Om in dat hart dus
wat meer leven te brengen. Zie je? Dat ziet er hartstikke geinig uit. Ja, en zo kun je lekker spelen. En wat verder kleuren nog. Wat meer diepte erin geven. Wat meer gestreepte nog. Je kunt ook juist wat highlights nog geven. Naast die donkere strepen zit namelijk ook vaak een lichtere highlight. Ik weet eigenlijk niet of ik heb de link naar de producten van vanavond eventjes erin plakken nog. Als je hier iets wil plakken, er zit weer wat in beeld te vervelen. Plakken. Hupsakee. Dus met je pastelpotlood kun je naast extra schaduwen, dus ook extra highlights aanbrengen. Waardoor je werk steeds meer tot leven komt. Zo. Hier is het ook wel leuk als je een beetje verbinding vindt met de rest van de, want ik heb hem een beetje ver daar naar boven gezet, maar daar hoort er natuurlijk wel bij. Zo kun je ook in die bladeren dus nog weer wat extra's aangeven. De kleur die ik hiervoor gebruikt heb, die past trouwens heel mooi bij de kleuren die ik voor de pastel heb gebruikt. En dan kun je hier, dat is de Fresh Green, die ik hiervoor te pakken heb. Kun je met inkt ook op het pampastelpapier werken? Ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen. Ik denk dat je hier wel inkt op kan aanbrengen, maar die inkt, als ik hier met groene inkt op wil, dan krijg ik natuurlijk nooit deze mooie heldere kleur. Maar je kunt op pampastel, op pastelmatpapier wel stempelen. Dus als je een mooie bloemenstempel hebt, die kun je op pastelmatpapier afstempelen. En dat met pastelpotloden inkleuren, als dat de vraag was. Ik zou niet deze maskers op pastelmatpapier met inkt gaan bewerken, daar zou ik ook wel echt pastel voor gebruiken. Maar je kunt wel bloemenstempels of wat voor stempels dan ook op je pastelmatpapier aanbrengen. Dat is helemaal geen probleem. Met die zwarte ga ik een beetje doezelen in die ondergronden hier. En ga ik daar wel wat diepte in geven. Oh, ik vind het echt heel leuk om te horen dat jullie zo blij zijn met deze live. En ja, balen van het telefoontje, maar de live is ook gewoon terug te kijken natuurlijk. Ik mis de essentie van het telefoontje even, maar misschien was het wel een heel onaangenaam telefoontje. Geen idee. Maar alle lives zijn altijd terug te kijken. En ik vind het echt heel leuk dat jullie het leuk vinden wat ik doe. Vind ik altijd heel leuk om te zien dat mensen, net zoals gisteren met die ara, hoeveel ara's heb ik vandaag voorbij zien komen. Weet je, daar word ik dan wel echt heel blij van. Want ik kan natuurlijk van alles laten zien en van alles maken. Maar nog veel leuker voor mij is om te zien dat jullie er ook wat mee maken. Want dat motiveert wel echt enorm, moet ik zeggen, om het de volgende keer weer te doen. Dat is van mijn kant uit ook wel heel simpel, denk ik. Ik denk dat jullie dat ook wel snappen, dat ik dat dan weer leuk vind.
Nou, en ik heb met de duif dan besproken om te proberen 2 keer per week live te gaan. Nou, dat gaat tot nu toe gaat dat. Omdat ik ook al wat dingen heb voorbereid in de kerstvakantie. Want zoals jullie misschien wel weten, heb ik gewoon een fulltime baan. Dus heb ik niet altijd tijd om. En dan doe ik dit met heel veel liefde en plezier ernaast. Maar het is soms ook wel even doorwerken. Omdat de tijd vliegt. Lockdown of geen lockdown, corona of geen corona. Ja, ik zit in het onderwijs, dus dat gaat gelukkig allemaal door. Dat hebben onze kids natuurlijk ook allemaal wel verdiend. Dat het weer een beetje normaal allemaal is. En, maar goed, dan 's avonds doe ik dit dan nog voor jullie. En stiekem natuurlijk ook voor mezelf. Want als ik het niet leuk had gevonden, had ik het niet gedaan. Dus ik heb in de kerstvakantie best wel wat dingen voorbereid al. Maar ik wil proberen om tenminste 1 keer per week of een aquarel of pastel te maken. Dus toevallig heb ik nu best wel wat veel aquarellen door elkaar. Maar dat had te maken met de levertijd van andere spulletjes. Maar ik heb ook alweer een pasteltekening staan. Dus volgende week hoop ik op vrijdag gaan we wel met stempels aan de slag. Want ook dat blijft natuurlijk gewoon leuk. En woensdag heb ik dan, als de spullen binnen zijn, omdat is altijd een beetje. De levertijd van spullen maakt het soms lastig. En mensen zijn soms ook een beetje van, ja, het is allemaal alweer op. Ik snap daar in jullie ding ook. Je bent als winkel ook heel erg afhankelijk van, ja, wat is er leverbaar? En hoeveel komt daarvan binnen? En je weet nooit als winkel, hoeveel moet ik bestellen? Kijk, je kunt natuurlijk 100 stickerboekjes bestellen. Weet ik veel, ik noem maar iets geks. Maar ja, is dat wel wat je verkoopt? Dat is natuurlijk ook moeilijk. Maar als volgende week de spulletjes voor de aquarel binnen zijn, dan ga ik daar met een super gaaf penseel aan de slag. Als het niet binnen is, dan houden jullie die gewoon te goed, want die is voorbereid en die gaat komen. En die is echt cool hoor. Ik heb een aquarel gemaakt, die wil ik nog wel eens een keertje groter maken. Want die is echt, ik vind die echt heel gaaf geworden. Maar daar heb ik een speciaal penseel bij gebruikt. Die moest nog weer besteld worden. Ik kan er wel live mee gaan van ja, die moet je een keer bestellen. Maar dat is ook zonde, want dat vinden mensen toch niet zo leuk als je hem dan graag wil kopen. Dat je hem niet kunt kopen. Gelukkig mogen de winkels ook weer open. Dus kunnen we ook weer voor het echtje gaan shoppen. En wat ik nu aan het doen ben, eigenlijk ben ik een beetje aan het spelen met mijn paarse potlood. Ik heb niet eens een plan. Als je nu een fout maakt met de potloden, kun je die ook weggummen. Je kunt gummen, maar er zit nu zoveel pastel op mijn blad. Daar ben ik dan wel weer eerlijk in. Er zit zoveel pastel op dat je er beter nog een laag pastel overheen kan smeren. Dan dat je nu nog kan gaan gummen. Want als ik nu ga gummen, wordt het wel. Je krijgt niet alles meer weg. Ik wil het niet te zaligmakend maken. Maar zo'n klein vlekje aan de zijkant, weet je, dat kun je gewoon weghalen. En hier heb ik lekker met mijn hand zitten vegen. Want daar zit ik ook niet op te letten, omdat ik alleen maar aan het kletsen ben. Maar ja, dat. En je kunt met wit kun je ook nog wat kleine highlightjes maken. En die kleine details die maken het dat het echt een beetje gaat poppen. Dat hij helemaal super cool echt gaat lijken. En dat je bijna niet meer ziet dat het überhaupt met een stencil gemaakt is. En dat is natuurlijk wel gaaf.
Want je kunt er gewoon weer lekker een laagje overheen kleuren. Het enige is als je echt heel dik pompenstel erop hebt gezet, zoals ik hier onderin, dan ben je op een gegeven moment wel een beetje uitgespeeld. Zonder fixatief. Maar ik zeg altijd, als je pastel mat, hoef je in principe geen fixatief te gebruiken. Zo. Nou, dan ben ik ineens een soort van vroeg klaar. Maar hij is echt... ja, die scherpe lijnen zijn weg. Dat klopt, die verdoezoeier. Die maakt hem wat zachter, wat echter maak je hem met die... mijn rug. met die pastel. Waardoor die echt ja, tot leven komt. Wil hem nog meer laten leven. Want daar komt dan de magic trick. Is deze zwarte. Oh Louise, ik ben benieuwd naar je ara. Vind ik leuk, leuk. Volgende week doen we weer een ander. Doen we een landschap. Zwarte pastel potlood. En ik gebruik om die te slijpen van Stabilo. Daar doe ik eigenlijk. Ik heb van hier van Stabilo een pastelslijper. Daar zit hier niet zo'n heel stuk. Dus daar kun je heel voorzichtig mee slijpen. Die Stabilo potloden in vergelijking met de Derwent potloden, die slijpen moeilijker. Die breken makkelijker. Die zijn gewoon, daar moet je voorzichtiger mee doen. Zo, nou, ik heb hier nou een puntje. Daar kan je iemand mee om het leven brengen. Dat gaan we niet doen. Maar zo ben ik niet. Nou, dan gaan we aan de slag met die zwart. En nu wil ik laten zien het verschil in intensiteit tussen de twee zwarte. Dit is de Stabilo zwart. En dan kan je zeggen wat je wil. Maar die is in en in en in zwart. Ja, die van Derwent. Ja, ik heb die van Stabilo, want die zat bij de set. Ik heb toen die hele Carbotello set gekocht. En daar zat die slijper bij. Maar eigenlijk slijp ik gewoon mijn pastelpotloden allemaal met mijn dalenpuntenslijper. Maar die Stabilo's die vinden dat niet altijd even leuk. Zo'n randje doezel ik een beetje weg. Maar wat je ziet is dat het Stabilo potlood is zo waanzinnig zwart. Dat kan handig zijn. Het kan ook doodslaan. Dat je denkt, wow, baf, zwart en er was niks meer. De van Derwent, de Carbon Black, en die moet ik ook even slijpen, want ik kan zo niet in die kleine hoekjes met zo'n hele botte punt, maar daar heb ik van tevoren niet over nagedacht. Maar die Derwent, die slijp ik dus gewoon in mijn dalenpuntenslijper, of in mijn Derwentpuntenslijper, die breken niet zo makkelijk. En die van Derwent, ja, die is wat grijzer, die is wat liever. Zie je dat? Ik weet niet of het verschil, of die nuance nog overkomt eigenlijk. Maar ik zou nu hier in die Derwent zou ik nog kunnen hier met die Stabilo. Zie je dat? Dan wordt het nog zwarter. Dus dat is wel nou ja, het verschil ertussen. Vind die van Stabilo, die moet je echt voor je allerdonkerste plekken, net zoals zo'n hoekje als dit. Nou zit ik toch met Derwent, maar daar kun je het voor gebruiken. Nou, ik ga rondom die bloemen nog een laagje zwart een beetje aanbrengen. En in dit geval doe ik dat met de Derwent. Maar onmisbaar is ook die zwarte van Carbotello. Als je dan echt serieus met pastel aan de slag wil. Omdat die echt zwart git en git zwart kan maken. En dat kan wel eens fijn zijn. Niet altijd. Voor dit is het overdreven. Om zo'n schaduw zo pikkie zwart te maken. Maar ik weet, ik heb toen dat zeelandschap getekend met pastel. Oh, daar ben ik maanden zoek mee geweest. Dat ik het op een gegeven moment helemaal niet meer zag zitten. Toen heb ik hem weggelegd. Toen had ik eigenlijk veel te groot vel gepakt. Met veel te veel kleine dingetjes. Toen was ik hem zat, toen heb ik hem weggelegd en toen op een gegeven moment dacht ik, nou, het wordt tijd dat je hem een keer afmaakt. Toen ben ik er lekker voor gaan zitten en toen had ik er toch ineens een lol in, want toen zag ik het wel. En
Ja, dus nog steeds, die zit hier ook echt ingelijst in een lijst. Dus nog steeds een van mijn lievelingswerken. Dat is van een zonsondergang op het strand. Man, wat een priegel was dat. Maar oh, wat ben ik daar trots op hoe die is geworden. Nou, nu komt de doezelaar erin. Want dit trekt op niks nu. Dat is niet mooi. Met die doezelaar maak je dat dus wel mooi. Ga je hem lekker netjes uitvagen. En dat gaat met pastel super easy. Moet je alleen niet door je dingen heen gaan. Een beetje met beleid werken. En door zo'n laagje komen die bloemen dan dus nog meer van het papier af. En met die zwarte van Stabilo. Kun je hem dan zelfs op sommige plekken nog een beetje meer diepte geven. Hier bijvoorbeeld, dat is ook zo'n plekje dat je denkt van nou, dat kan echt nog wel wat diepte gebruiken. Doezelaartje erin. En dan komt hij nog meer naar voren. Die paarse kleur op dat pastelmat, dat knalt al. En dan zo'n zwart schaduwtje eromheen, dan knalt hij nog harder. Zou je voor een beginner Derwent of Stabilo pastel aanraden? Oh jootjes. Ik vind zelf. Oh, kijk nou, ik heb gepraat met consumptie. Dat zien we niet, hè? Nee, dat doen we. ik ben zelf met het Derwent begonnen. Ook omdat ik toen bij Colourstock zat. Dus dan heb je automatisch Derwent. Maar het zijn wel nog steeds de pastelpotloden die ik het meest gebruik. En of dat nou een gewoonte is of omdat ze dan ook beter zijn, weet ik niet. Ze slijpen wel makkelijker. Dus als dat dan het argument moet zijn waarom je als beginner de Derwent potloden zou moeten nemen. Het kan allebei. Je kan ook zeggen, ja, de Stabilo, die zijn wat voordeliger. Begin daar lekker mee. De Derwent, die zijn weer wat dikker en die breken weer wat minder makkelijk. Dus ja, wat zoek je in een potlood? Is dan mijn tegenvraag gewoon heel flauw. Ik geef geen antwoord. Het is, ik zou, denk ik zelf zeggen, begin met de Derwent. En koop er wat Stabilo kleuren bij. Dat is denk ik wat ik zou adviseren. Omdat ik dat zelf zo heb gedaan. Maar ja, moet je dan per se doen wat Ilse doet? Maar die Derwents, die zijn wel fijn. Ik kan het echt niet anders zeggen. Dus ik weet niet of je wat had aan dit antwoord, Saskia, maar dat. Maar ja, twijfel je of dit wat voor je is, ja, dan koop je toch weer de wat goedkoper. Want het zijn qua pigmenten allebei fantastische potloden. Ik kan niet anders zeggen. De Stabilo is wat voordeliger. De Wendt is wat duurder. Stabilo is wat breekbaarder. De Wendt weer niet. Ja, natuurlijk, als je een pastelpotlood laat vallen, gaan ze allemaal kapot. Want dat is kalk. Maar dat moet je gewoon niet doen. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Nou ja, ik ben eigenlijk nu wel een beetje aan het eind gekomen van deze live. Ik wilde jullie nog één keer helpen herinneren voor wie de ARA-video nog moet kijken, dat er tot en met vanavond nog 10% korting is op alle Daniel Smit. Dat heeft met deze live dan niks te maken, maar misschien een kleine reminder voor degene die nog wat Daniel Smit wilde aanschaffen met de code ARA. Als je die invult bij je bestelling, ARA, met kleine letters, krijg je nog 10% korting op alles van Daniel Smit. Ze heeft niks met deze pastel te maken. Ja, de grote pampastel set is ook in de aanbieding.
voor wie alle pompenstel wil kopen, alle 80 kleuren. Maar, nou ja, weet je, stel je voor dat je, als je die zou willen kopen, zoek hem even op, want hij is in de aanbieding. En, nou, met de code ARA voor de Daniel Smit. En dan was er van Julia van de week ook nog een code, maar ik weet niet op wanneer. Want die had bijvoorbeeld op de Derwent weer korting, maar ik weet niet of dat al voorbij is, voordat ik dingen vertel die er niet zijn. Want dat zat weer op... Dan zou je de pastelpotloden nog voordelig kunnen aanschaffen. Nou, wie bang is dat je een miskoop doet aan de pastelpotloden of dat er vervolgens niks meer mee wordt gedaan. Ik heb de komende periode heel wat plannen met pampastel en de pastelpotloden op voorwaarde dat ik het allemaal met mijn werk kan blijven combineren. Want dat blijft natuurlijk wel voorgaan. En, maar wil ik zeker wat meer teken- en schilderdingen gaan doen. Dus kun je altijd bij mij nog een verzoekje indienen van zou je dit eens willen tekenen. Of zou je, ook als je een bepaald dier of zo leuk vindt of een bepaalde foto hebt gezien, mits die royalty free is. Waarvan je zegt van, oh Ilse, ik zou die zo graag willen schilderen. Zou je dat niet eens aandurven? Ik beloof niet dat ik dan ja zeg. Dat niet, maar je mag me wel vragen. Want het is ook leuk om iets te maken waar jullie blij van worden. Dat dan ook wel weer natuurlijk. Dus volgende week gaan we een landschap, als het goed is, maken met de aquarel op voorwaarde. Dat de spulletjes binnen zijn. En vrijdag gaan we een Valentijnskaart met stempels en andere dingen maken. Een kat, ja. En weet je wat het is met een kat? Julia Woning heeft daar een hele mooie workshop mee, zo en zo. Maar een kat, dat red je niet in een uurtje. Een kat met al die details en al die haartjes en... Dat is in een uurtje niet te doen. Dat is een ijsvogel. Daar weet ik bijna zeker dat Julia Woning daar een workshop mee heeft. Dus dan vind ik dat een beetje lullig om dat ook te gaan doen. Maar ik vind een adelaar, oh, dat zou ook wel eens vet zijn, ja, zo'n kop. En dan, dat is ook wel geinig. Ideeën genoeg? Heb je een keer echt een voorstel, dan kun je dan niet een keer een betaalde workshop doen van een kat of een hond? Ja, misschien wel. Tuurlijk. Dat, als jullie zorgen dat er ergens een blik tijd is wat ik kan kopen, dan ga ik alles doen. Ik was zelf nog met een schaap bezig. Dat ligt hier ook al, ik denk alweer anderhalve maand of zo, een beetje te wachten tot die eindelijk een keer volledig wordt. Een vleermuis. Nou, waarom ook niet eigenlijk? Dat, ik bedank jullie voor het kijken. Volgende week dus lekker weer van alles en nog wat. En ik hoop jullie weer een beetje geïnspireerd te kunnen hebben op deze vrijdagavond. Ik wil jullie een heel fijn weekend wensen. Tot volgende week woensdag. Dan ben ik er weer hier bij de Duif. En vrijdag idem dito. Tot dan. Doei doei.